Onderaan de berg hier wacht nog een sidequest op ons. Laten we kijken wat we hier moeten doen. Daar beneden. Wat wordt de opdracht die we hier krijgen? Het is een klein tempeltje waar deze man voor staat. Hij kent ons. If it isn't the eagle Barak himself. Hij kent ons nog. You got big since Kefalonia. And you got old, Photios, the dog's breath. Last I saw you, I think I lit your ship on fire. My ship and my beard. These days, thankfully, I've semi-retired. Do people pay mercenaries here more than they did in Kefalonia? Of course they do. Better than Marcos, that's for sure. Everyone pays more than Marcos. You're lucky I took all his crazy contracts. Ja joh, Marcos. Hij was wel een vriend van ons. He's a rotten cheat. I only accept hij was wel een vriend van ons. I'm working as a watchman this very moment. A cushy job. Most days. Een watchman? Oké. Okay. Once a mercenary, always a mercenary. It's a job you can never shake off. Right you are. I'm learning that all the more now. Trouble goes and comes back twice. Did something happen? A couple of priests ransacked this treasury. They took the sapphires offered by a Thracian. Priesters hebben waardevolle dingen gestolen. Your employer won't like that. Die gaan wij natuurlijk terughalen. You like this? Make an example of the thieves. You find them and the sapphires, and I pay you much better than you're used to in Kefalonia. Klinkt goed. All right, I'll help you, but. But what? I haven't forgotten the old days. Kijk, we doen het niet voor het geld. We doen het omdat wij een goede man, een goede mens, een goede man zijn. I thought I was getting soft. So, I'm hunting priests. Where do I start? Priests aren't used to thief business. They probably hid somewhere quiet. Check the caves west of here. I wouldn't expect priests to be jewel thieves. Nee, inderdaad. They didn't take the drachmi or the silver. They knew those sapphires were the most valuable things here. That's priest knowledge. Okay. Shouldn't be long before I find them. Okay, now we're going to zoek. Pre-tirement. Goed woord. Photios pre-tirement. Dus hij is nog niet retired. New historical location. XP'tjes erbij, altijd goed. Naxian Sphinx, nieuwe historical location. Dingen vinden, altijd goed. We gaan daar de grotten in, want we vermoeden dat daar dus iemand is. Charioteer of Delphi. Ah, dus dat al die standbeelden zijn dus ook historical locations. Die mij allemaal iets opleveren. En we vermoeden dus dat in deze grot de dieven zich ophouden. This must be the cave Photios mentioned. Those priests came this way. Oh ja, daar staat iemand. Volgens mij kijkt hij niet deze kant op, kijkt hij de andere kant op. Ja. Aanpakken dus. Oh, dat is de bandit leader al. Oké. Waarom kan ik niet van deze trap af? Daar loopt nog een. Nee, dat zijn er twee die daar lopen. Wat is de looproute? Wacht. Ik wil natuurlijk een veilige looproute zonder helemaal mezelf hier de dood in te vallen. Hier is een kistje, hier zijn geen vijanden.
Ze zien mij niet, want ik zit in de bosjes. Ze zien mij toch. Ik heb best wel wat attack skills. Hier, klets. Van die berg gaf jij. Loot. Ja, er was nog die jewels niet gevonden. Deze man is ook dood. Agreement in full. Treasury sapphires to be sold at no discount. Meet at Desvina Fort for the sale. Well, I know where I'm headed next. Ja, inderdaad. Sprake van omkoperij. Desvina Fort is de volgende plek waar ik naartoe moet. The sapphires are in Fokith. Desvina Fort is dus de plek waar ik naartoe moet. Zoekend naar de vermiste saffieren. Dan gaan we deze grot weer uit en dan op naar het fort om onze oude vriend te helpen. 700 meter. Kan ik hier nog veilig lopen zonder al te hard ergens dood te vallen? Ja, dit lijkt een haalbare looproute te zijn. Nog een boompje. Kunnen we meenemen. Dit lijkt me geen veilig valgebied. Hier wel. Hier kan ik iets omlaag. Maar dit ziet eruit alsof ik hier falling damage ga pakken. Dus dat gaan we niet doen. Nee. Ik moet ergens naar beneden. Of gewoon om de berg heen lopen. Er zijn ruïnes, daar moet ik niet heen, ik moet daarheen. Waar kan ik mezelf veilig laten zakken? Hier? Ja. Nee. Jezus. Ja, hier. Lekker, we zijn beneden. Even een hieltje pakken. Wat is dit? Een encampment met niks? Kan ik hier op? Nee, waarom niet? Waarom kan ik daar niet op? Is dat niet een... Nee, oké, dat kan dus blijkbaar niet. Dan wordt de route een stuk ingewikkelder. Hebben we niet een fast travel daar in de buurt? Ja, letterlijk daarnaast. Hut of Helios. Ik zit hier moeilijk te doen. Ik kan gewoon fast travelen. Kom nou. Waarom doe ik dat moeilijk? Maak gebruik van de fast travels die je hebt, hè? Belangrijk. En nu kunnen we doorlopen naar het fort. Desvina Fort. Komen we onderweg nog wat tegen? Houtjes, ertjes. We weten het niet. Ik loop gewoon richting dat fort. Dat is
toch waar ik heen moet uiteindelijk. Kijken wat we daar dan kunnen vinden. I see them. Oh, het is echt een flink fort ook, zie je het? Nog meer vijanden te zien? Ja, ja, ja. Okay, we moeten dus echt dat fort gaan belegeren. Dat is de bedoeling. Nou goed, dan doen we dat. We komen allemaal dingetjes tegen die we kunnen zien met ons vogeltje. Kijk, dat zijn allemaal bosfiguren. Het fort is best wel groot. En het lijkt me inderdaad niet noodzakelijk om het hele fort uit te kammen. Waarom niet? Oh, dit is hoe ik dat moet doen. Gewoon op het touwtje lopen. Dat is de tactiek om dus van... Oh, ik hoor een beer. Oké, er zijn hier veel vijanden. Oh, er zit een beer in die kooi. Kan ik over dit touwtje naar de overkant lopen? Ja. Ik ben gezien. Ik zit klem, ik kan niks zien. Ik kan het slecht zien vanuit deze hoek. Dat is een beetje het probleem nu hier. Volgens mij heb ik dit hele groepje nu aangepakt. Ja. Oké, nou goed. Ik kon het vanuit die hoek niet zo goed zien, maar we leven nog. Hier zie ik geen vijanden. En dan denk ik inderdaad, als ik hun niet zie, dan zien ze mij ook niet. Pillage the Nation Chest. Fokie's leader is now vulnerable. Lekker hoor. Conquest battle available. Maar goed, dat is natuurlijk niet wat ik zoek. Who did this?
Who did this? Who did what? Er loopt een bos. Die guards staan daar ook nog. Kijk, die bos doet, die komt nu hier naartoe. Die kan ik misschien vanaf bovenaf dan attacken. Of gewoon met skill 3, kan dat? Ja. Hier. Bats. Die mercenary die jaagt op mij. Confirm kill. Huppakee. Perdix the lucky drunk. Hij dropt een legendary item. Je ziet mij helemaal niet. Kill Captain, een van de twee. Hier binnen is de objective die ik eigenlijk zoek. Zal ik dat dan maar nu gaan doen? Is daar nog een logische entree? Ja, ik kan mezelf hier laten vallen. Dit zijn de sapphires die ik zoek. A bit of blood on them, but the sapphires still shine. Ja. Sapphire still shine. Zo is het. Gooi die man in de bosjes. Dan wordt hij niet gezien. Daar is nog iets wat ik moet doen voor deze... voor de area unlockables, dus die pakken we dan ook maar mee. Dat is een kistje, nemen we mee. Stone Axe, lekker. Als hij hier onder de deur doorloopt, kan ik hem misschien killen. Nee. Kunnen we die supplies in de fik steken? Dat is de bedoeling, hè? Zie je? Burn the war supplies. Daar wordt de nation power lager van. Dat is hier dus nog twee keer. War supplies. Die wil ik nog pakken voordat ik doorga. Hier staat nog een bos beneden. Burn the war supplies. Hier word ik niet gezien. Want hier zijn geen vijanden. Hier zijn dan nog meer war supplies.
Zie je? Hoef ik nu alleen nog maar kill the captain, kill the pole mark. Dat is de boss. Dit is een captain die hier loopt. Level up. Damage and health increased. Ja, die man ziet wel, die dode man die hier staat, maar hij ziet mij niet. Dat werkt mogelijk wel in mijn voordeel. Kijk. Hop. Daar staat nog de boss meneer. Kill captain, er is nog één secret te vinden. Ik ga die bos meneer nog wel killen. Draag mee. Hij heeft daar een lijk gezien. Even uitkijken, want dan gaan ze alarm slaan. Oh, nu word ik gezien door alles en iedereen. Nieuwe mercenary. Light the brazier? Ja, dan ga ik gewoon weg. Ja, dan ga ik gewoon weg. Kan ik wegversterven terwijl ik in fight zit? Waarschijnlijk niet. Waarschijnlijk niet. Ik ga het toch proberen. Gaan we gewoon lekker naar die quest. Pay all bounties kan ik sowieso doen. Geld zat. Waar is die quest? Temple of Apollo. Nee, ik kan niet versterven als ik in combat zit. Dat is ook niet echt een verrassing. Nee, kijk, als hun zo meteen stoppen met zoeken naar mij, dan kan ik wel weg. Kijk, ik heb alle war supplies gepakt. Kijk, ze zien mij niet. Ik hang hier gewoon veilig. Nothing to report. Lekker jongens. Kan ik al weg? Nee, nog niet. Er loopt een man met een paar. Oh, dit is zo'n reinforcements man. Ah. Daar ook, dat zijn reinforcements mannen. Die op het alarmsignaal zijn afgekomen. Kijk, als die laatste man nog even stopt met zoeken. Er is hier eentje die nog een vraagtekentje heeft. Dan kan ik denk ik wegtravelen. Ik heb de objective toch gehaald die ik moest halen. Ik kan niet fast travelen, waarom niet? Waarom niet? Moet ik gewoon weg uit dit fort dan? Moet ik gewoon echt fysiek ontsnappen nu, eerst? Daar is een... bos, meneer, die wegloopt.
Hier, nog meer mercenaries. Het zijn allemaal hulptroepen die nu naar binnen komen, terwijl ik hier zit te wachten om weg te lopen. Gaan jullie lekker allemaal naar binnen, jongens, geen probleem. Kan ik wel weg? Nee, ik moet echt fysiek hier wegrennen, denk ik. En zit hier te buggen. Hey, ik wil om de hoek. Oh mijn god. Mijn mannetje doet weer niet wat ik wil. Lekker dit hoor. Ik wil hier gewoon weg. Kijk, wegrennen van al die hulptroepen. Als die hulptroepen mij niet zien, dan ben ik wel veilig, denk ik. Kijk, we horen nu nog die combat muziek. We horen nu niet meer de combat muziek. Kan ik dan nu weg? Ja, Fast Travel, Temple of Apollo, daar zit mijn quest. Photios. Ja, oké. Okay. Sorry voor de vertraging, dames en heren. Sorry voor de vertraging. We kunnen wel het conflict nu beslechten in dit gebied. Werd mij net gezegd. Maar we gaan eerst deze quest doen. Want alles draait om de quests. Dit was falling damage. Photios. Pre-retirement. Ik ben blij dat ik Photios kon helpen met zijn pre-retirement ding. Door die Saphire weer terug te vinden. Het is ons gelukt, Photios. Good news. Found the sapphires. Should I ask why they're bloody? The priest couldn't cut it as thieves. You said you'd do it for free. But we both know that was horse shit. Here, take this. Here, old man. Nou, dankjewel, jongen. Here is a little trinket from the treasury. No one will miss it. Let's hope not. Or you'll send another mercenary after me. Goodbye, Photios. Lekker hoor. If you ever see that dog, Marcos, again, tell him you demand minimum wage. Oké. Nou, Photios is pre-retirement. Gelukt. Laten we even kijken naar alle nieuwe dingen. Oh, dat is de verkeerde knop. Alle nieuwe dingen die we gevonden hebben. Of we nog wat nieuws aan kunnen trekken, wat beter is misschien. We hebben een nieuw zwaard. Oh nee, het zijn allemaal daggers. Die gebruik ik niet. Ik gebruik zwaarden. Kijk, knotsen gebruik ik niet. Heavy halberds gebruiken we niet. Ze kunnen weg. Alleen zwaarden. Alleen zwaarden. Dus dit is niet beter dan wat ik heb. Wat is dit dat we gevonden hebben? Nieuwe briefjes. Mysterious letter. Legendary arms. Meer damage, meer health. Dit is beter dan wat ik heb. Dit is level 13. Daar kan ik nog niks mee. Level 12. Plus 12 armor. Plus 12 armor. Assassination damage. Ja, lijkt me goed. En dan kunnen die anderen weer weg. En ik heb nog nieuwe schoenen gevonden. Level 13. Die kunnen we niet aandoen. Nee. Oké. Nieuwe abilities. Ik was level up. Kunnen we zeggen, dit doet damage. Progress further in the story. Allemaal. Requires level 16. Ik wil eigenlijk passives. En daar moeten we allemaal beter voor worden. Dit kunnen we wel upgraden. Increase armor. En laten we dat maar doen dan. Minder hard doodgaan is altijd goed. Mercenaries. Perdix the lucky drunk. Defeated. Alexios the eagle bearer. Dat ben ik. Oké. Nou, wat wordt de volgende quest die we gaan doen? The Truth Will Out.
Find and interrogate the oracle. Daar waren we inderdaad mee bezig. Dat is ook wat we gaan doen. Complete all cave objectives. Ja goed, ik kom vanzelf. The truth will out. We gaan op zoek naar het orakel in haar eigen huis. Wat verbergt ze voor ons? We gaan het zien in de volgende video. We zien jullie graag daar. Joejoe.